Vandaag toon ik u een uiterst handige tip die u kan toepassen bij het oplossen van uw rechtsvraag wanneer u het specifiek juridisch concept niet kent. Stel, uw cliënt vraagt of hij als eigenaar van een appartement op het gelijkvloers moet bijdragen in de kosten van de lifts. In een eerste fase zult u uit deze case een paar kernwoorden gaan destilleren en deze in de zoekbalk ingeven. Appartement, gelijkvloers en lift. Jura verzamelt voor u alle teksten die matchen met deze drie termen en maakt reeds een initiële rangschikking gebaseerd op relevantie. De etiketjes bij de resultaten leiden u naar het juiste concept. We zien in het tweede resultaat lastenverdeling gemeenschappelijke delen bij gedwongen mede-eigendom. Dit etiketje drukt exact de essentie van uw rechtsvraag uit. Als u hier dan op klikt, opent Jura een aparte resultatenlijst met enkel documenten die over dit specifieke topic gaan. Links ziet u waar u zich bevindt binnen de boomstructuur van Jura. Je hebt steeds de mogelijkheid om hier een algemener of een specifieker thema aan te duiden. De zoekbalk is leeg en indien u nog verder wilt verfijnen, kunt u daar nog een aantal kernwoorden in bijvoegen. Jura is ook nu op lift en gelijkvloers binnen het domein van lastenverdeling. Op deze manier weet u dat u exhaustief zoekt, het toont u alle documenten binnen het etiketje en specifiek dat u de feiten hebt bijgevoegd aan de zoekopdracht. Probeer dit meteen uit in Jura.